We zijn vandaag in Hardenberg en we hebben vanuit het project voor de verkeersveiligheid een informatieavond georganiseerd. We zijn hier vandaag om iedereen die geïnteresseerd is te informeren over de aanpassingen die Rijkswaterstaat aan de weg wil doen, aan de N36 wil doen, om de weg veiliger te maken door een fysieke rijbaanscheiding te realiseren. Ja, de afgelopen jaren hebben we een aantal maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren. Dan moet je denken aan het plaatsen van borden, zodat dat helemaal klopt, de beleiding op de weg goed is, dat er zo'n ribbelstrook in het midden is, dat mensen gewaarschuwd zijn als ze op de verkeerde weghelft komen. Er is bijvoorbeeld ook een gedragsaanpak geweest om te kijken, kunnen we daar mensen bij helpen om zich veiliger te gedragen op de weg. Dus er is afgelopen jaar al veel gebeurd, maar die frontale botsingen gaan we daar niet helemaal meer tegen. Dus daarom hebben we nu dit project. We hebben een hele hoop geld gekregen om de weg aan te pakken. Vorig jaar is helaas gebleken dat dat niet genoeg is om de hele weg aan te pakken. Dus wij verwachten dat het ongeveer genoeg is voor de helft. In de komende periode gaan wij uitzoeken welk deel dat dan moet zijn. We hebben een kennisgeving gepubliceerd, formeel. En daarin nodigen we mensen uit om tot 21 oktober 2024 ideeën aan te dragen. Als dat past binnen de opdracht die we hebben om de weg veilig te maken, dan kunnen we kijken of we die ideeën mee kunnen nemen in het proces. We verwachten nu dat we in 2028 echt buiten aan de slag gaan. Tot die tijd zijn we eigenlijk nog heel druk met die procedure waar ik het over had. En het ontwerp verder uitwerken, onderzoeken doen. En waarschijnlijk moeten we ook gronden aankopen. En al die stappen kosten zoveel tijd dat wij verwachten in 2028 te kunnen beginnen.